Kortgedingrechter Revita Chatterpal heeft de vordering van Sergio Akinboto om hem als parlementariër te erkennen afgewezen. De rechter heeft vanmorgen uitspraak gedaan in deze zaak. Assembleevoorzitter Marinus B., die samen met de staat de tegenpartij vormt in deze zaak, is niet verrast over de beslissing van de rechter. Ik was overtuigd dat de grondwet, de wet van de terugroepwet en de kiesregeling helemaal duidelijk zijn. Natuurlijk hebben we ons ingezet om de rechter te kunnen overtuigen met ons advocatenteam dat we een sterke case hadden. Ja, laat me dit aangeven dat het niet gaat om Marinus B. Ik ben niet iemand die gaat voor persoonlijke verheerlijking. Maar in ons rechtsstaatsontwikkeling heb ik een bepaald standpunt ingenomen. En we hebben het kunnen verdedigen met succes. Ja, omdat dit van belang gaat zijn voor de toekomst. DNA-voorzitter Marinus B. die zegt dat zijn rol in deze zaak nu is uitgespeeld. Nu wordt het proces afgewacht om de plek van Akinboto in te vullen. Of het zover zal komen is echter koffiedik kijken, want de NDP'er sluit een hoger beroepszaak niet uit. Rabin Parmeester, fractieleider van de NDP, over het vonnis. De eerste reactie is, nou eerlijk zijn, jammer. En dan verder en dan... De uitspraak van de rechter. We moeten de uitgesproken, we moeten het vonnis zien schriftelijk. En we zullen met de heer Akinboto en zijn adviseurs al bij elkaar zitten. Dat. Maar wat ik begrepen heb nu al van zijn adviseur en anderen, juristen, etc., dat er nog verder, dat dit niet het laatste, dat dit niet de laatste halt is. NDP-fractieleider Rabin Parmisser. Woordvoerder Ricardo Panka van de NDP zei vanmiddag aan de nieuwsdienst dat de partij spoedig uitkomt met een verklaring. Het is ons andermaal niet gelukt om Akinboto zelf te bereiken voor een reactie.